ogen afgegaan. Gezicht gesmogen weggegaan. Het loopt dat in mijn schoenen zat. Toch lichter wordt bij elke stap. Dit is Martin Janssen naast mij. Grote bestuursvoorzitter van het literaire café Barneveld. Mijn naam is Erik Roest en wij zullen samen deze avond presenteren. En we gaan nu heel snel over, denk ik, het voorstellen van de gasten. Applaus voor Janneke Schiebelink. Ik ben benieuwd, Schiebelink, is dat nou echt een schrijversfamilie? Nou, inmiddels wel. Ja, mijn vader schrijft, Jan Schiebelink, mijn broer Jeroen Schiebelink. En ik heb nu ook een roman geschreven. Dus ja, ik denk dat je dat wel kan stellen. Sowieso zijn we allemaal bezig met de letteren. Mijn zus Anneleen, die is redacteur en ook onderwijzeres overigens, historicus. Maar zij redigeert heel veel boeken en mijn moeder heeft Franse literatuur vertaald vroeger. Dus ja, we zijn allemaal wel heel erg met boeken bezig. Ja. Wat is jouw drijfveer geweest om dit boek te gaan schrijven? Ik vond vooral het verhaal en de geschiedenis die hier aan ten grondslag ligt heel erg interessant. En het feit dat het ook een stukje onbekend Nederlandse geschiedenis is. Het speelt zich af deels, het is geen historische roman, dat is wel belangrijk om te zeggen. Maar het speelt zich deels af op Texel, waarin in het laatste oorlogsjaar, in de nacht van 5 op 6 april, echt een gruwelijke helse nacht heeft plaatsgevonden. Dus, opstand van de Georgiërs, van krijgsgevangenen die daar zaten. En die helse nacht, die vormt eigenlijk de basis voor het trauma van de moeder van de hoofdpersoon. Beetje ingewikkeld, maar in het boek wijst zich dat helemaal vanzelf. En het gaat eigenlijk over hoe dat meisje later op latere leeftijd heeft gevormd en hoe zij in haar relatie staat met haar man. En daar opent het boek mee en dan ga je terug naar haar als jong meisje en hoe zij opgroeit in een gezin wat omgeven is door geheimen en zwijgen. Wat verwacht je van vanavond? Nou, ik ben heel benieuwd ik heb zin om naar de anderen te luisteren als ik heel eerlijk ben. En ik denk dat het een heel mooi divers programma is, echt heel bijzonder. Vijf dames aan tafel en twee heren die het gesprek leiden. Ik denk dat dat een prachtige combinatie is, plus mooie muziek, hè? De dag gaat stil voorbij. Vol ijdelheid en tobberij. Voor alles is een tijd. En ze schreef daar het indringende boek Nou Paka over. Applaus voor Liewij Bosman. Jij komt hier nu over je boek praten en die heeft best wel een bijzondere titel. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja. Het heet Nou Paka en het is een Hawaïaanse titel. Het slaat eigenlijk op een legende uit Hawaï, waar twee geliefden uit elkaar worden gedreven door een vuurgodin. En uiteindelijk worden ze gedood door de godin en veranderen ze in allebei een halve bloem. En de legende gaat dat op een gegeven moment groeien ze naar elkaar toe en vormen ze weer één bloem. En dat is eigenlijk het verhaal van mijn geliefde, mijn oude eerste liefde en ik. Hij is overleden een tijd geleden alweer. En we zijn eigenlijk door de ziekte en door alles eromheen zijn we uit elkaar gedreven. De legende gaat dat men weer bij elkaar komt. En zo voelde het eigenlijk, zo daar spreek ik ook over in mijn boek. Hoe we elkaar toch weer vinden in een andere vorm. En dat is Nou Paka. Het is een heel mooi open boek. Waarom heb je ervoor gekozen om zo open en eerlijk daarover te zijn? Allereerst waren wij van plan om een documentaire op te nemen. Daar waren we al heel erg ver mee. En die documentaire ging heel erg over hoe wij als stel door deze ziekteperiode heen zouden komen.
Dus, en niet alleen wij, maar ook familie, vrienden, hoe iedereen daarop ging reageren. Dus het zou een hele kwetsbare documentaire worden, waarbij we ook dagboeken opnamen, allebei. En eigenlijk kon dat niet meer doorgaan, omdat hij zo ziek werd. En het werd zo zwaar dat we gestopt zijn met die docu. En uiteindelijk ben ik verder gegaan om het op te nemen in een boekvorm. Maar hij motiveerde, hij was zelf ook regisseur en filmmaker, en werkte voor televisie. En spoorde mij altijd aan om zo open mogelijk te zijn, want het moest wel een goede docu worden. Met impact. En dat heb ik eigenlijk zo in mijn boek geprobeerd voor te zetten. Ja, het publiek zag een mooie, beroemde, geslaagde actrice. Maar achter het ogenschijnlijke succes ging een onzekere vrouw schuil, die geplaagd werd door angsten en onzekerheid. In haar zelfhulpboek, wat ik eerder had willen weten over angst, zelfliefde en acceptatie, legt Marianne Mudder haar fijn uit het probleem. En dan komt ze ook met tips en oplossingen. Applaus voor Marianne Mudder. Oh, mijn drijfveer om het te schrijven is geweest. Is eigenlijk gebeurd door mijn vorige boek, Sofa Sessies. Dat ging over alle therapieën die ik gedaan heb, die allemaal niet hebben geholpen. En daar heb ik ook een voorstelling van gemaakt. En als reactie op dat boek en de voorstelling kreeg ik ongelooflijk veel reacties van mensen die wilden weten hoe ik dan klachtenvrij was geworden. Want dat vertelde ik er ook mee van. Maar ik ben nu wel overal uit. Want er zijn natuurlijk een aantal dingen geweest die me wel geholpen hebben. En dat was vrij overweldigend, de reacties. Dus toen dacht ik, ja, dit wil ik heel graag uitleggen. Dit wil ik heel graag vertellen. Maar dat leg ik niet even in een A4'tje uit of even in 10 minuten. Dus daar moet ik een boek over schrijven. Dus zo ben ik aan dit boek begonnen. Wat verwacht ik van vanavond? Nou, eerlijk gezegd helemaal niks. Ik stort me heel graag hier in dit soort dingen gewoon helemaal blanco in. En dus ik zie wel wat er gebeurt. En ik laat me verrassen. En ik hoop dat mensen het heel leuk en fijn vinden. Isa Hoes schreef een boek over haar leven met Anthony Kamerlin. Toen ik je zag. Daarna schreef Zo Merlijn het boek Nu ik je zie. Samen hebben ze nu een boek geschreven over rouwen. Je bent niet alleen. Applaus voor Isa Hoes. Is dat ook jouw drijfveer om daarover te vertellen? Om mensen te raken en in gesprek te raken? Ja. Dat heb je heel goed gezegd. Dat klopt, dat is eigenlijk wel wat het is. Ik vind dat er heel vaak nog dingen verzwegen worden, niet besproken. Een beetje onder een dekentje van laten we het er niet over hebben. Maar ik denk dat het juist heel goed is om het over te hebben. Er is nu een hele mooie campagne van Sire op televisie. Ik weet niet of je die gezien hebt. Het gaat eigenlijk ook hierover, over rouw. En het gaat over, ik zag het laatst in een flits, een meisje, en ze moet geloof ik een diertje overleden of een vogeltje of een hamstertje of weet ik veel wat. Ze staat met een schoenendoos en staat te huilen en het is een grafje in de tuin. En dan zegt die moeder, nou, waar heb je zin in? Wat gaan we nu voor leuks doen? En dat is eigenlijk de campagne van praat er niet overheen, maar praat erover. En toen dacht ik, goh, wat een goede campagne zeg. Want het is heel lief bedoeld natuurlijk van die moeder. Maar waarom mag het meisje niet verdrietig zijn dat het kindje, haar diertje is overleden. Of al is het een pop die kapot is. Whatever jou verdrietig maakt, praat erover. Ja, ik denk ook dat het goed is inderdaad dat je het bespreekbaar maakt. Ik vind het ook heel knap dat je het doet. Dus ik ben heel benieuwd naar je verhaal vanavond. Ik ook. Dat is elke avond weer een verrassing. Het gaat toch om de interactie tussen mensen. En dit is natuurlijk überhaupt een hele andere avond, want het is een setting met meer. Wat ik ook heel bijzonder vind. Waar spreken we af als ik je kwijt ben? Waar spreken we af als ik je kwijt? Ja, en last but not least, Joyce Wagensveld uit de schuur uit onze eigen gemeente verloor in 1,5 jaar haar moeder en haar zus. Ze probeerde haar gevoelens te verwoorden in gedichten, waaronder de bundel 10 jaar engelen in mijn hoofd. Applaus voor Joyce Wagensveld. Hoi Joyce, welkom. Wil je eens vertellen wat je hier vanavond komt doen? Ik kom wat vertellen over mijn gedichtenbundel. 10 jaar engelen in mijn hoofd. En hoe dat tot stand is gekomen. En
Ja, dat eigenlijk. Ben je zenuwachtig? Heel verschrikkelijk. Ja, ik ben wel erg zenuwachtig, ja. Maar dat komt zometeen vast wel goed. Tot morgen. Ik zie je morgen. Tot morgen. Nico Knibbe, ik kom ook uit Barneveld en ik maak muziek. Jullie hebben zelf ook een boekje geschreven, klopt dat? Ja, dat klopt. Dat klopt. Het is inmiddels ook het tweede boekje. We hebben iets van 7 albums uitgebracht. En ik weet nog heel goed, raakte een keer aan de praten na een concert met iemand. En die zei van, ja, ik zou toch iets meer, zeg maar, hou vast of wat achtergrond willen hebben over, zeg maar, welk kader ik jullie liedjes moet plaatsen. En toen dacht ik, ja, dat is misschien best wel een idee. En toen zijn we hebben een boekje uitgegeven en waarbij we iets meer, we gaan niet uitleggen de teksten, dat is ook weer vaak ook gewoon lastig, maar wel ietsje meer een verhaaltje bij het liedje vertellen. Dus dan heb je de tekst, je hebt het verhaaltje, je hebt de muziek en dan hopen we dat kwartje valt. Maar welk kwartje, dat is voor jou een ander kwartje dan voor mij. Dus Dat is het. Dus, en we hebben net een nieuw boekje uitgegeven van de laatste 3 albums. Is dat. Zelfs een album wat nog niet uit is, hebben we ook al de teksten en de verhalen uitgebracht.